Rianne. Ja. De nieuwe hondentrainer van Ravenstein. Ja. Ik zou zeggen, stel je even voor en vertel wat je gaat doen. Ja, nou, ik ben Rianne. Ik woon hier in het prachtige Ravenstein. Ik ben 38 jaar. Ik heb samen met mijn partner 3 kinderen. En begin dit jaar heb ik besloten om een hart te volgen. En om te gaan specialiseren op het gebied van hondengedrag. Dus voor mij kun je terecht als je vragen hebt op het gebied van hondentraining en als je ergens tegenaan loopt. Wat voor opleiding heb je daarvoor gedaan? Ja, ik ben gecertificeerd kinologisch instructeur. Die heb ik gevolgd aan de Martin Gaus Academie. Daarnaast heb ik de basisopleiding gevolgd bij Annie Quintus. Zij werkt volgens de CISAM Milan methode. En op het moment volg ik een opleiding voor hondengedragstherapeuten bij het Anonymna. Maar die duurt 3 jaar, dus daar zit ik nu in dat traject zit ik nu, zodat ik later ook de echte probleemgedrag consulten kan gaan geven. Okay, dus van alle markten thuis leggen. Ik ben van alle markten thuis. Ja, ja. Plus daarnaast literatuur, congressen, lezingen, wat ik natuurlijk met heel veel plezier ook bij doe. Ja, ja. Ja, je bent al begonnen, hè? Ja. Je hebt zo een aantal klanten. Ja. Wat kom je zoal tegen in de praktijk nu? Nou, ik heb een aantal puppies die we lekker de komende 10 weken gaan begeleiden in hun socialisatie en hun leerprocessen. Ik heb ook een hond die het lastig vindt om naast de wandelwagen te lopen. Nou, die mevrouw is net oma geworden. Dus nou ja, wat is nou mooier dat je samen met je hond langs de wandelwagen kan lopen. Dus daar zijn we heel druk mee. Ik heb een hond die vertoont uitvalgedrag naar andere honden. Dus die hebben eerst even op een prikkelarm. Voor de kijkers, uitvallen is bijten, niet geen haaruitval, hè? Nee, geen haaruitval. Dus inderdaad, nou, uitvallen kan zijn blaffen, grommen, piepen. Noem maar op, in elk geval dat hij erg reactief reageert op andere honden. Dus daar zijn we eerst een prikkelvrije omgeving aan te creëren, zodat we daarna verder kunnen gaan met de trainingen, met het aan de lijn lopen. Waar ligt je hart? Wat doe je het liefst op het bed? Het liefste inderdaad doe ik de privétraining aan huis. De privétraining kan bestaan uit een normale puppycursus. In de puppycursus maken we dan gebruik van 10 lessen en daarin alles aan bod, zoals gehoorzaamheid, maar ook socialisatielessen. Dus we gaan naar het treinstation toe of we gaan naar het winkelcentrum toe. En daarnaast zijn er snuffelspelletjes. Het is ook belangrijk om een pup te laten wennen aan verschillende soorten ondergronden. Is ook goed voor de zelfvertrouwen en voor haar ontwikkeling van de motoriek. Deze heeft een heel zacht stofje. Dit is waarvan je aan de slip. Hier houdt de brokjes in verstopt. Net zoals in de spijkerbroek. En zoals je ziet, ze vinden het superleuk. Bij privétrainingen aan huis doen, dan is de eerste les is de intakegesprekken. Die is eigenlijk ook wel haast het belangrijkste, want daar gaan we dieper in op de hulpvraag. En ga ik ook wat vertellen over het zijn van de hond. Wat vertelt hij nou eigenlijk tegen je? Nou, ik was dus eventjes benieuwd hoe het samen met Luna in huis gaat. Versterkt het gedrag juist of helpt Luna haar met bepaalde dingen die Terra spannend vindt? Terra doet kopiëren. Oh ja. Die kopieert Luna's gedrag. Ja. Ja, en dan kan het ook positief zijn. Maar soms ook negatief inderdaad. En ja. Buiten, dan neemt ze soms afstand van mensen. Luna vindt het eng en dan vindt Terra het ook eng soms. Ja. Ja, ja. Want laat je ze ook wel eens apart uit? Bijvoorbeeld dat alleen Terra even de aandacht voor zichzelf krijgt of... Eigenlijk nooit. Altijd samen. Ik heb ze net ook nog. Mijn Luna die was nogal onrustig. Ons mama loopt elke keer naar de deur. En toen was ze elke keer naar de deur. Ja. En toen, want toen hoorde ik ook ineens dat ze vanmorgen gras had gegeten. Dus. Oh, ja. Dus, en toen ging ze ook gelijk aan de diarree. Oh. Waarschijnlijk heeft ze al iets voor kids gegeten. Ja, dat kan. Dat kan net zo overgegeven daarna. Overgegeven niet, maar wel gras gegeten. Nee, dat zei ik wel heel lang niet gedaan. Ja. We hebben ervoor gekozen om daar één speciale mat voor uit te kiezen. Dat is deze mat. Die kunnen ze meenemen als ze met Senna op visite gaan of op het terrasje gaan zitten. De hond weet zo heel duidelijk wat haar eigen plek is. En dat geeft haar duidelijkheid, structuur en voorspelbaarheid. En dat is in mijn ogen heel belangrijk. Beloni zei het al even. Spannend, dat je heel lekker snoepjes hebt. Doet een hond daar ook extra zijn best voor? Ja, zeker. Ja. En zeker als het ander voer is dan wat hij normaal gesproken bij zijn maaltijden krijgt. Dan het is wel soms een beetje uitvogelen. Wat vindt mijn hond nou het lekkerste?
Maar dat werkt in de regel toch het allerbeste, want je gaat zelf ook niet werken zonder dat je salaris gestort krijgt. Zijn salaris is dus de beloning, of het nou een knuffel of, of een brokje? Als een knuffel voor je hond een beloning is, dan kan dat een beloning zijn. En het is niet de bedoeling dat we alleen maar continu blijven voeren. Op een gegeven moment ga je dat wel afbouwen en dan wordt het een soort jackpot, zeg maar. Dus af en toe wordt hij dan beloond, maar in de aanleerfase doen we toch echt heel veel werken met voer. Ja. Dat is zeg maar voor de balans en coördinatie. Dat is zo'n wiebelkussentje. Dit is echt voor het samenwerken. En dan werken we dus ook weer heel veel met de handoefening. Tot slot gaat het hondje door de tunnel. En dan komt hij uit in een klein snuffeltuintje. Snuffelen is super belangrijk voor de pup. Wordt hij lekker rustig van. En maakt hij endorfine door aan. Blust is goed voor het zelfvertrouwen. En denkvermogen. Nou gaan we een oefening doen die heet bolen. Nou, klinkt een beetje raar, bolen met je hond, maar het is een oefening die ervoor zorgt dat je hond leert dat het leuk bij je is om weer terug te komen en dat het ook oké is om weer weg te gaan. Dat kunnen we bij Kyla heel mooi oefenen. Zij vindt het, als zij zelf buiten aan het wandelen is, vindt ze het heel fijn om haar eigen dingetje te doen. Nou, dat mag ook, maar we willen ook graag dat ze aandacht heeft voor ons. Het is een snuffelspel. Hier heb ik brokjes in gestopt. Het is voor de hond best een beetje een uitdaging, want het maakt raar geluid. Het is glad. Dus het is goed voor het zelfvertrouwen, zelf ontwikkelen, zelf ontdekken en natuurlijk weer goed voor het brein. Klinkt allemaal fantastisch. Als mensen interesse hebben, waar kunnen ze meer informatie vinden of zich aanmelden? Ja, dan kan je naar onze internetwebsite www.fideshondentraining.nl. Je mag me een mailtje sturen, info@fideshondentraining.nl of bellen, appen naar 06-23-93-78-95. Ik help jullie graag. Ja, ik neem maar dat mensen alle prijzen op de website kunnen vinden, maar je had ook een aanbieding, geloof ik. Ja, op het moment heb ik een leuke aanbieding lopen. Wij hebben een introductiekorting, dus je kan nou een zilver of een goud pakket aanschaffen of alleen een adviesgesprek. En dat is nou voor de helft van het geld, maar dat is maar tot en met december. Hey, en vertel eens, wat vind jij nou van deze hondentrainster?